Wij zijn in totaal een dikke twee maanden in België hebben wij verbleven, omdat dat natuurlijk een hele onderneming was, omdat dat nog in volle coronatijd was. Hè. Allee, ondertussen is het spijtig genoeg in België terug opgeflakkerd, maar in die periode, hè, dat is eigenlijk opgenomen in de periode mei-juni, ja, was heel de wereld, ook Zuid-Afrika, nog heel fel in de ban van heel het coronagegeven. Dus wij zijn met een repatriëringsvlucht helemaal naar België gegaan. Maar gelukkig mocht ik van VTM het hele gezin meepakken. Omdat we natuurlijk niet wisten ja, wanneer konden we terug geraken. En ook, ja, je denkt, die uitzending, hè, dat is 2 minuten liedje zingen, maar daar gaat wel heel wat voorbereiding aan vooraf. Dus in totaal ben je toch wel eigenlijk 2 maanden met het programma bezig. Dus was voor ons een leuke combinatie hè, van... aan het programma werken en dan tussendoor nog eens goed naar het frietkot gaan. We hebben uitstapjes gemaakt, maar allemaal natuurlijk heel undercover, hè. Ja. Zeg, hoe blij was jij eigenlijk gisteravond toen dat masker af mocht? Het was een heel dubbel gevoel dat het masker gisteren af mocht, want ik vond het een fantastisch programma. Ik denk dat ze me ongeveer 1 jaar geleden al gebeld hadden met de vraag of ik wou deelnemen. En ik was op dat moment al heel grote fan van de Amerikaanse versie. Dus ik kende het programma, ik vond het geweldig. Dus langs de ene kant is het natuurlijk spijtig dat het gedaan is, maar anderzijds, als ik mijn claustrofobie in acht neem en al het liegen, was ik wel blij dat ik eindelijk... terug mocht zeggen van, oké, mannen, je hebt gelijk, ik ben het. Zeg maar, was die zeemeermin niet een iets te duidelijke hint? Goh, weet je, we hebben de pakken niet zelf mogen kiezen, want eigenlijk pas 2 weken voordat de opname startte, wisten we wie ging zijn. En heb ik mijn eigen pak maar mogen zien. Ik denk een beetje dat de productie expres heel lang wacht, omdat het toch wel heel claustrofobisch is. En ik denk dat ze iemand maanden de tijd geven, dat er nog veel mensen afhaken. Dus ze hebben speciaal, denk ik, tot het laatste moment gewacht om het pak voor de eerste keer te zien en om kennis te maken met uw figuur, hè. En ik moet zeggen, ik was wel meteen betoverd, want het is een prachtig kostuum. Zeg, wanneer ben je aan de weet gekomen dat Karen Dame in het panel zat? Ik wist eigenlijk al vrij van in het begin dat Karen een van de speurders zou zijn. Dan hebben we ook naar allerlei mogelijke manieren gezocht om ja, mijn stem wat onherkenbaar te maken. In het begin vroegen ze me zelfs om heel nasaal te zingen, maar ja, dat vonden we dan zelf allemaal, dat is echt niet mooi. Weet je, dat was ik wel onherkenbaar, maar zou iedereen zoiets hebben van, amai. Was dat voor een rare stem? En ik dacht in het begin ook dat ze effectjes gingen gebruiken, en zo, maar dat is dus niet. En dan had ik ergens een beetje gehoopt van, niemand heeft me eigenlijk ooit al in het Engels horen zingen. Dus ik hoopte een beetje daarop. Maar weet je Peter, ik vond het eigenlijk wel een mooi compliment dat iedereen mij na de eerste noot herkende. Dus ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch gevoel. Je bent zo lang eigenlijk al weg uit Vlaanderen en uit het hele showbiz gebeuren. En dan toch na 10 jaar herkent iedereen nu nog de meeste van bij de eerste noot. Natuurlijk misschien iets minder leuk voor het programma, maar voor mij zie ik het enkel eigenlijk maar als een compliment dat ik toch een hele herkenbare stem heb. Ja, want zelfs ik had door van ja, als het Kathleen is, dan gaat Karen die van de eerste seconde ontmaskeren, omdat ja, jullie hebben jaren samengezongen. Het kon bijna niet anders. Ja, maar ik hoopte ergens een beetje dat haar Frank niet direct zou vallen. Ja, één, omdat ik natuurlijk in Zuid-Afrika woon. En ja, het was gewoon heel moeilijk reizen die periode en nog steeds trouwens. En dan 2 jaar door het Engels. Ik heb ook geprobeerd alle nummers wat lager te zingen. Dat valt nu misschien niet direct op, maar K3 was allemaal nogal heel hoog. En ik weet als ik in bepaalde regionen die hoogte inga, dat ik heel herkenbaar ben. Dus ik hoop een beetje met alle nummers een beetje lager te zingen. Maar ja, ze wist het nog hè. Die rosse of die blonde, wat moeten we nu zeggen hè?